heel haar leven is ze te zien voor het Nederlandse volk. Amalia, op Koningsdag. Op verschillende fotomomenten. Amalia. En dit jaar dus voor het eerst tijdens Prinsjesdag. Leden van de Staten-Generaal. Zo begint de koning altijd zijn toespraak op Prinsjesdag. Dat zal dit jaar ook wel weer zo zijn, maar dan met één verschil. Zijn dochter zal naast hem zitten. Sinds de kroonprinses 18 jaar is, heeft ze namelijk meer verantwoordelijkheden om zich zo voor te bereiden op haar toekomstige baan als koningin. En dus moet ze oefenen. Vorig jaar december had ze haar eerste officiële optreden bij de Raad van State. In die lijn hoop ik ook, na de afronding van mijn studie, de vergaderingen regelmatig bij te wonen. Dat is een groep deskundigen die de regering adviseert. Dank ik de leden voor de hartelijke wijze waarop zij mij vandaag in hun midden ontvangen. En ook al vond ze dat duidelijk spannend. Enorm spannende dag en het is een nieuwe fase. Aan Annabel vertelde ze dat ze de komende jaren flink haar best gaat doen. Ik hoop op een dag misschien een goede koningin te worden.